Een nieuw hoofdstuk in de oorlog in Oekraïne. Wapenhofleverancier Amerika stapt af van het principe dat Oekraïne geen doelen meer mag treffen in Rusland. Dat beleid was er uit angst voor escalatie, maar daar wordt nu dus vanaf gestapt. En ook worden er Patriots geleverd, hypermoderne luchtafweer. Bob Deen van Instituut Klingendaal, daar gaan we al het Oekraïne nieuws mee doornemen. Bob, een kamikaze drone is geland in Kiev en daar was een opvallende tekst op geschreven. Die Russen hebben toch een beetje een gek gevoel voor wraak, hè? Ja, want zij schieten eerst hele stukken Oekraïne aan puin. Vervolgens beschiet Oekraïne één basis van waar Rusland die aanvallen uitvoert. En dan schrijven ze inderdaad voor Ryazan, Zaryazan, dat stond op die drone, op weer een kamikaze drone waarmee zij Oekraïne willen aanvallen. Dus ja, dit is wel een beetje die dynamiek van steeds verdergaande escalatie tussen de twee landen. Want Rusland vindt nu dat zij op hun grondgebied zijn aangevallen en dus weer het recht hebben om nog harder terug te slaan. Ja, zo kan de agressor zijn normen een klein beetje aanpassen dat het zelfverdediging wordt in dit geval. Poetin deed dat eerder ook al. Toen hij gevraagd werd naar die aanval op energieinfrastructuur, toen zei hij ja, dat klopt, dat doen we. Maar zij zijn begonnen met hun aanval op de Krimbrug. Dus ja. Hij framed het inderdaad als vergelding in plaats van de agressie waar Rusland mee is begonnen. Ik zei net, Oekraïne die mag vanaf nu een soort van officieel lange afstand doelen treffen van de Amerikanen. Dat deden ze eigenlijk al, alleen dan niet met instemming van de Amerikanen. Wat gaat dat betekenen als het Pentagon dat officieel uitspreekt? Ja, ik zie de Amerikanen zijn er nog best wel terughoudend mee. Het zijn ook twee aparte vragen. Eén is, wat vinden ze ervan als Oekraïne Russisch doelen aanvalt met Oekraïnse wapens, wat tot nu toe het geval leek te zijn. En twee is, wat als ze Russische doelen gaan aanvallen met Amerikaanse wapens. Dat tweede heb ik nog niet echt gezien dat ze dat absoluut goedkeuren. Maar bijvoorbeeld de Krim valt daar wel al een tijd onder. Want dat ziet de VS natuurlijk terecht ook als Oekraïns grondgebied. Maar het zou weer een stap verder zijn in een toch op een hellend vlak waar we op terecht gekomen zijn bij dit conflict. Ja, betekent dit dan ook groen licht voor het leveren van lange afstandssystemen? Bijvoorbeeld in die HIMARS systemen die de bereik van 600 kilometer hebben? Ja, vooral die Attackams-raket, zoals die heet, die wordt nog steeds veel besproken. Af en toe zijn er ook doelen geraakt waarbij er hard wordt gespeculeerd dat het misschien al zo'n raket was. Tot nu toe heb ik het nog niet officieel bevestigd gezien door de Verenigde Staten. Maar de meeste discussie gaat nu op het ogenblik over het Patriot luchtverdedigingssysteem. Ja, nog even voordat we over die Patriots gaan hebben. Amerika is nog altijd bang voor een reactie, hè, van Poetin op een lange afstandsaanval. Maar ondertussen kun je zeggen, die zijn er nu meerdere keren geweest. Hè, ook tot in Rusland, ook vlak over de grens een keer, nu wat verder in Rusland. En uiteindelijk is er nooit heel erg heftig op gereageerd. Nee, en in zijn laatste speech over kernwapens had Poetin het er ook over van ja, we zullen die wapens niet zomaar gaan gebruiken alsof we met een scheermes aan het zwaaien zijn. We zijn niet gek. Dus de Amerikanen hebben ook hun inschatting van het risico van een nucleaire escalatie misschien wat omlaag gehaald. Waardoor ze ook weer wat meer durven. En dat is natuurlijk ook wel weer riskant, want niemand weet precies waar nou de rode lijnen zijn van beide partijen. De Patriot-raketten die Amerika nu wil gaan leveren, hoe goed zijn die in vergelijking met de luchtverdediging die de Oekraïners nu hebben? Nou, Patriot is het beste systeem dat er is. Technologisch heel hoogwaardig. Het is ook wat wij zelf gebruiken om ons luchtruim mee te verdedigen. En dat heeft één voordeel ten opzichte van wat Oekraïne al heeft. Met name die NASAMS en die IRIS-systemen die er al liggen. Namelijk, het kan op nog grotere afstand en op nog grotere hoogte doelen treffen. Het zou ook vooral kunnen helpen tegen ballistische raketten, waarmee Oekraïne nog steeds veel aangevallen wordt door Rusland. En eventueel ook tegen gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers. Dus het zou ze weer een stapje verder helpen, want de bubbel, zoals je dat noemt, die ze dan over een aantal kritieke infrastructuur zouden kunnen leggen, zou wat groter worden. Ja, en daarmee wordt de Russen wel een wapen uit handen genomen, want die aanvallen op die energieinfrastructuur, die zullen dan beter afgeslagen kunnen worden natuurlijk. Ja, het hangt er ook maar weer van af hoeveel van die systemen de Oekraïners gaan krijgen. Want wat Rusland gebruikt als strategie, dat noem je het mooi woord saturatie. Ze vallen gewoon met zoveel dingen tegelijk aan dat die luchtverdediging overspoeld wordt. En ze niet allemaal tegelijk kan neerhalen. Dat kan je met die hele goedkope drones dus blijven doen. Want een Patriot systeem, dat zijn hele dure raketten die erin gaan. Die wil je eigenlijk niet op een drone van $20.000 schieten die heel laag vliegt. Die wil je met andere dingen neerhalen. Dus Rusland zou nog steeds kunnen blijven aanvallen, maar hun trefkans met hun raketten zou nog verder omlaag gaan. Ja, ondertussen blijven de klachten komen over de Russische stand van zaken als het gaat hoe de dienstplichtigen bewapend zijn en het moreel. We hebben even een kort filmpje van. Защиты. Но защиты у них никакой практически нет. Только две брони. У них полностью
пока полностью у них все открытое. Ничего практически нет. Ни термобелья, ничего. Пацаны мерзнут, а как бы для выполнения задач на территории Украины там достаточно холодно. Вот. Хотим к вам обратиться с помощью, чтобы вы обратили на это внимание и приняли какие-то соответствующие меры. Ждем от вас обратной связи. Ja, Bob, dit blijft toch een beetje een tragisch verhaal, los van het feit dat die oorlog al tragisch genoeg is. Dienstplichtige, slecht bewapend, slecht bevoorraad, toch een soort van supermacht, hè? Rusland, dat valt allemaal ontzettend tegen in de praktijk. Dit soort oproepen, het is niet de eerste keer dat het gebeurt, maar er lijkt toch maar heel weinig te veranderen. Ja, je ziet het is ook een oproep aan de gouverneur van help, want de mensen die jij hebt geleverd zijn slecht uitgerust. En dat vind ik wel typerend, want deze mensen trekken niet de oorlog zelf in twijfel. Die willen, of het lijkt er in ieder geval op, dat ze hun plicht willen vervullen en willen vechten, maar vooral klagen bij de legerleiding, waarom hebben we geen spullen? En daar is het Kremlin natuurlijk heel kwetsbaar voor, want dat kan je niet makkelijk wegzetten met propaganda, dat het een Oekraïns verhaal is. Dit zijn hun eigen mensen die klagen. En dit legt ook weer die vreselijke corruptie in dat Russische leger bloot. Want waarom hebben die mensen eigenlijk geen spullen? Waar is dat allemaal heen dan? Dus ja, dit patroon zal zich nog wel een tijdje voortzetten. Dat dus die dienstplichtigen te slecht uitgerust worden. En dat daar van binnenuit kritiek op het systeem volgt. Ja, nog even een paar dingen, Bob. Er worden ook weer nieuwe dienstplichtigen opgeroepen. Er wordt een getal genoemd. Nee, ik heb nog geen getal gezien. Want vorige keer hielden ze zich ook niet aan de getallen die ze al hadden genoemd. Dus dat is weer de vraag hoeveel onvrede Poetin wil incasseren met een heel onpopulaire nieuwe mobilisatieronde. Ja, dan nog even dichter bij huis Europa. De EU was heel erg gevoelig voor Hongaarse chantage vanwege dat vetorecht. Maar de lidstaten hebben nu zelf de verantwoordelijkheid genomen om garant te staan voor die bedragen. Daarmee lijkt in Europa het chantagemiddel van Hongarije toch veel minder zwaar te zijn. Hè? Ja, ze zijn voor zover ik weet nog bezig met een deal met Hongarije, waarbij niet al die fondsen die de commissie had aangeraden bevroren worden voor Hongarije. Het zou een soort sanctie zijn voor gebrek aan rechtsstatelijkheid. Daar wordt nu over gemarchandeerd. Ik vermoed dat ze daar stiekem nog wel uit zullen komen uiteindelijk. Omdat ze inderdaad Hongarije konden dreigen, anders gaan we om jullie heen. En dit is best wel een vernieuwing binnen de EU. Je ziet dat de EU, als het op Oekraïne aankomt, nu veel daadkrachtiger is dan voorheen. Bijvoorbeeld tijdens de Belarus-crisis werd het nog helemaal verlamd doordat Cyprus iets ging vetoen. Over iets totaal ongerelateerd. En omdat Oekraïne zo wezenlijk voor de EU is geworden, gaan ze ook veel verder om die steun erdoor te duwen. Dus dat die 18 miljard, want daar gaat het ongeveer om, begrotingssteun voor Oekraïne, dat die er gaat komen. Ik denk dat we daar wel vanuit kunnen gaan. Ja. Bob Deen van Instituut Klingendaal, bedankt.